Nou, hij moet er nog even inkomen, maar ja, Van Persie overkomt dit niet. Van Persie, dit weekend de man, hè? Hij mist dan een penalty, maar hij, die derde, zoals hij die uiteindelijk maakt, de winnende treffer. Ik denk dat hij, als hij vandaag gaat trainen, hij komt voorbij de eerste paal. Dat is echt een onmogelijke kopbal. Ook voor een niet-kopper was As van Persie. Ik denk als hij het vandaag zonder tegenstanders en alleen een keeper 50 keer probeert, dat hij er niet zo invliegt. Maar dit is een fantastische goal. Van Persie speelt totaal niet des Van Persie. Van Persie speelt echt niet in de spits op bij Manchester United. Nee, natuurlijk niet. Die loopt gewoon lekker waar hij wil, joh. Ja. De duizendste Premier League wedstrijd voor Ferguson trouwens. Dus die had even zoiets van. Maar misschien zou zo'n Ferguson geen profielschetsen hebben. Of doet hij niet aan die onzin? Je kent het woord niet eens, denk ik. Ferguson speelt altijd met 4 in de zone. 2 sterke controleurs, 2 hangende zijkanten, een diepe en eentje eromheen. Maar zou die Truus van Gaal niet die computer kunnen deleten? Dat alles weg is? Ja, maar Hansie, die controleurs laat hij ook afhangen van tegen wie die speelt. Jawel, maar soms, hij zet ook Scholes wel eens neer als controleur. Dat is geen controleur. Naast Carrick. Dat kan Sneijder ook spelen. Maar naast Carrick kan iedereen voetballen. Ja. Dat is een van de beste controleurs van Europa. Ja. Maar wel mooi om te zien. Hij gaf later Paul Scholes eigenlijk al de credits. Hij zei, ik heb dat wel 3 keer gescoord. Maar ja, wat ik bij die penalty deed was dom. Maar Scholes was echt de man of the match. Tuurlijk. Dus hij stelt zich ook nog eens heel positief op daar. Wat enorm gewaardeerd wordt natuurlijk daar. En het grappige is dat Wenger elke keer zit te kijken. Dat hij zich nog steeds niet kan voorstellen dat het zijn spits hier is. Die zit met tranen in zijn ogen voor de televisie, heb ik begrepen. Ja, maar die man die is met zijn ziel en zaligheid met Van Persie bezig geweest. Die heeft hem ontdekt als jonge jongen. Die heeft hem daarheen gehaald. Die heeft hem helemaal gemaakt. Die heeft hem een kans gegeven. Dat is een stukje van zijn leven. En dan begrijp ik best dat het hard is dat zo'n jongen dan bij je weggaat om prijzen te winnen en om nog meer geld te verdienen. Hmm. Weet je wel, die Wenger die zou niets liever hebben dat Van Persie was gebleven. Ik zou... die...